Het is eigenlijk al een cliché geworden door te zeggen dat de leescultuur in Nederland gedragen wordt door vrouwen van boven de 50 met een hoger opleiding. Maar het is helaas wel waar. Mannen en jongeren lezen nog nauwelijks en zeker geen literaire fictie. Quasi-intelligent, bedoelt hij daarmee quasi-grappig, quasi-lullig. Dus hij gaf eigenlijk aan dat het eigenlijk slecht gesteld is met de letter in Nederland. Dames en heren, veel plezier op geen daden maar woorden. Veel plezier. Ik had nogal een romantische oma en mijn opa was, zover ik wist, niet echt muzikaal begaafd. Maar voordat ik nog mijn mond open kon om het te zeggen, overhandigde ze me een klein pakje. Maak het maar op als je thuis bent, fluisterde ze en liep triomfantelijk weg, mij achterlatend met een onzeker gevoel. Was het dan toch niet verzonnen? Goedenavond, hoge heren, apen en meneer. Ik snap natuurlijk dat je hem ook een lesje willen leren. Ik heb gelogen, terwijl ik keek in jullie ogen. Ik heb gestolen, droog van jullie levens verboden. Al die shit, rijden vol, dat is op mijn breden. Ik krijg een 9, een generatie van mijn leven. Maar een 7, mijn moeder was geen ander. Van geen enkel lage landen. Ik ben een echte kroonprins, toch ben ik van een. Voordat hij wordt gekiet en bedekt wordt met groen. Gras al als de gras, en nu gaat hij boeten. Want ik ben niet met zijn stuit door mijn shit moeten broeten. Hij gaat betalen voor alles. Wat hij heeft gedaan, laat het maar kennen. Ronald Gipkort ligt bij de slechten. Komt er een verkoper aan die zegt, zou je eens thuis gaan liggen? Ja, u bent een fijn publiek. Ja, ik ga maar weer even naar huis, denk ik. Ja, dag! Door de organisatie ben ik op een rantsoen gesteld. Ik lees 9 minuten poëzie. Ik ga vanuit dat de ene mens niet, noodzakelijkerwijs niet, belangstelt in de andere. 26 letters en vertelzucht doen de rest. De steden bij avond zijn de mensen de minnaressen. De steden bij avond streven met hun tere, lichtende handen de schouders en de haren van de mens. Ik heb het gezien, ik heb het gevoeld. Ik heb naar de steden geluisterd als ze zich neerlegden bij avond langs hun rivieren en bomen. Dus toen gingen we naar Lowlands, toen dacht ik van, ik hoef die koekjes eigenlijk niet meer. Astrid wilde dan nog wel wat, maar ja, we zaten echt met zo'n zak vol. Ik dacht van, weet je wat, we kunnen ze misschien op Lowlands wel verkopen. We zagen dat iedereen daar allerlei stuf en wiet en van alles aan het verkopen was. Dus we dachten van, nou, dan doen we dat ook gewoon. Er was meteen al een jongen die er wel eentje wilde kopen. Direct toen hij had afgerekend, werd ik op mijn schouder getikt. Werden we in de kraag gegrepen door 2 security mannen.
Die zeiden dat het niet mocht wat we deden. Stufkoekjes verkopen op het festivalterrein. En of we wel even onze koekjes wilden inleveren. Gelukkig overkomt mij dat niet zo heel erg vaak. En als het dan een keer voorkomt, dan heb ik het geluk dat, ik Ricky meestal wel bij de hand heb. Want het leuke van als je met z'n tweetjes bent, is dat je je nooit echt helemaal kunt vervelen. Omdat er dan één ding is wat je altijd nog wel kunt doen. I'm going home to see my father. I'm going there's no more to roam. Ach man, ouwe hoort het niet. Vergeet nooit wat. Nee, al in de tijd ben ik wel eens kwijt. Hè? Hoe laat is het? Ik zit er even tegen. Fuck you, bitch! De dag van morgen staat lichtend voor me. De dag van morgen, mensen, die brengt ons meer licht in de duisternis dan ons heden of ons gisteren. Maar wie staat ervoor in dat het ons overmorgen niet slechter vergaat dan eergisteren? Ja, zo is het ook nog eens een keer, hè?